het was geen beste dag vandaag op de beurs. Koersen gingen hard omlaag, maar gelukkig is er beurscommentator Hans de Geus om ons van de nodige duiding en richting te voorzien. Hans, wat was er aan de hand? Ja, ruim 1% eraf. We staan nog in de plus voor het jaar, maar niet veel meer. 447 punten bijna. Flinke klappers ook, individuele fondsen. Philips noemden jullie al, gaan we het zo nog even over hebben. Maar ook bijvoorbeeld Shell, ruim 2% eraf. ArcelorMittal zie je dat wel vaker, hè? 4-5% lager. Maar ook Aegon, alle verzekeraars lagen heel beroerd daarbij. 5% eraf voor Aegon. Delta kreeg ook weer klappen en ING zelf 2% lager. Het kan misschien zijn, vandaag werd er bij ING vergaderd over het feit dat zij zomaar de helft van hun aandelenkapitaal mogen uitbreiden. Dat ze een emissie mogen doen. Nou, met de geschiedenis van Delta Lloyd in het achterhoofd kan het zijn dat beleggers in Aegon daarvan geschrokken zijn. Maar ik weet niets, maar het is maar een theorie. Theorietjes. Hey, wat is jouw theorietje op die daling van Philips dan? Heeft dat te maken met het feit dat ze die lichtdivisie dan misschien toch naar de beurs gaan brengen en niet onderhands gaan verkopen? Ja, ik kan geen andere verklaring vinden. De cijfers waren goed. Omzet steeg met meer dan verwacht bij HealthTech, zoals die divisie heette. Hè, waar ze dan wel van willen hebben, waar ze echt in door willen gaan, waar meer marge in zit. Daar ging het eigenlijk allemaal prima. Ik vind de verklaring van Bart aardig, alleen de beurs die trapte daar vandaag dan eventjes niet in. Jammer. Ruim 4% eraf. Maar het kan zijn dat natuurlijk dat een beursgang minder oplevert en dat het ook meer kosten met zich meebrengt. Dus dat is even afwachten. Nee, maar ik dacht altijd dat die private equity partijen stonden te springen om dit soort grote onderdelen die ze dan goed kunnen financieren en hoop geld kunnen verdienen. Die waaien ook met de markt mee. Hè? We hebben natuurlijk een beroerd eerste kwartaal achter de rug. Of, nou ja, per saldo viel het allemaal nog wel mee, maar veel bewegelijkheid. Dus het was toch lastig om daar een exit op te doen. Hè? Want uiteindelijk willen ze natuurlijk die bedrijven wel naar de beurs brengen. Dus Philips komt misschien naar de beurs, maar dan 3 jaar later als het via private equity zou gaan. Dus zij zijn afhankelijk toch van het beursklimaat. Het was misschien ook lastiger om geld te lenen van banken. Financiering was lastiger. High yield bonds, hè, dus het uitgeven van obligaties voor dat soort partijen, is ook moeilijker geweest. Kijk even naar het aantal deals. Het eerste kwartaal van private equity is toch behoorlijk geslonken. Nou ja, het schiet eigenlijk alle kanten op. Maar het is in ieder geval dit eerste kwartaal minder geweest dan een topkwartaal waarbij er 1000 deals werden gedaan. Dus misschien dat het echt zo is dat ze op dit moment niet in de rij staan voor Philips. Oké. Dankjewel, Hans de Geus op Beursplein 5.